Goedemiddag Sandra. Goedemiddag. Welkom in het Hampshire Hotel Delft Center. Dankjewel. Je kent het vast natuurlijk, je bent hier niet voor het eerst. Om te beginnen, eigenlijk beginnen we bij iedereen met dezelfde vraag. Want er zijn van die momenten in het leven dat je nog ongeveer weet waar je was en welk moment het was. Ja. Misschien is dit ook wel zo'n moment. Enkele weken terug, die eerste persconferentie, dat alles toch wel een beetje serieuzer werd ineens. Waar was je? Wat dacht je? Wat voelde je? Ja, dat was die van 16 maart, dus de dag nadat de horeca was gesloten. Ja, ik was thuis, denk ik, net als heel veel mensen. Gelukkig. Gelukkig goed zo, inderdaad. Ja. Wat ging er door je hoofd? Ja, een beetje een verloren gevoel eigenlijk. Dat ik me toen wel realiseerde, misschien was het tot dat moment dat je denkt, spannend wat er in het buitenland gebeurt. En nu was het dan hier en dat je realiseert, oké, we moeten het uitzitten. Je kan ergens heen, dit is het. En het duurt ook niet een paar weken. Beetje een verloren gevoel. Ja. Ja? En vertaalt dat zich bij jou gelijk in de tweede, derde versnelling? Of heb je eerst even je rust gepakt en gaan kijken, hoe gaan we dit op lange termijn met elkaar aanvliegen? Of knal jij er gelijk in? Ik denk dat we er al, want we zaten er toen natuurlijk al heel even in. Want volgens mij hadden we 2 weken daarvoor de eerste coronapatiënt in Delft. Mm-hmm. Wat gelijk gevolg had. Ik bedoel, de hotels merkten dat meteen. Ja. Dat aantal boekingen natuurlijk werd gewoon allemaal geannuleerd. Mm-hmm. Dus daardoor zaten we er al eigenlijk een beetje in. Die dag ervoor met de horeca was natuurlijk ook gewoon een ontzettend raar moment. Ja. Dat om 6 uur, terwijl mensen nog met een bord eigenlijk in hun handen staan, alles dicht. Dus we zaten er al even in. Maar op dat moment, ik denk echt op dat moment dat het eventjes pas op de plaats was. Ja. Want ja, je moet dat ook gewoon, als mens moet je dat laten wel even bezinken. Ja, precies. Ja. Dus volgens mij was dat op de galerij even met de buren een korte nabespreking een beetje. Je hebt het over als mens moet je het laten bezinken. Ja. Dus jouw tweede jaar als centrummanager in Delft. Ja. Als centrummanager, hoe pak je dat aan? Dat is natuurlijk ook volledig nieuw. Ja, dat is, maar daar is ook geen script voor. Ook al doe je dit 15 jaar, dan is er nog geen script voor. En ik heb vooral in de eerste thuisweek, of thuiswerkweek voor mij in ieder geval, gewoon ondernemers gebeld. Maar toen was de toon nog anders. Toen was het eigenlijk wat meer voor toen? Nou, meer van, goh, wat merk je er nu van? Toen was de horeca nog open. En goh, wat merk je ervan? Het speelde al wel bij de hotels. Dus er gebeurt iets. Maar wat merken ondernemers daarvan? Maar na die persconferentie was, ik heb elke dag wel ondernemers gebeld. En dan was het eigenlijk meer, hoe gaat het? Hoe is het met je? En daar merkte ik de verschil. Horeca, ik kon me alleen maar voorstellen hoe ontzettend zwaar dat moet zijn als je gewoon van het een op het andere moment gesloten bent. Nou, dat volgde natuurlijk ook voor cultuur en voor contactberoepen. Maar er is geen plan. Dus wat doe je als centrummanager of als centrummanagementorganisatie? Hey, je speelt je rol zo goed mogelijk. En dat is veel verbindend eigenlijk. Dus veel praten. Met wat voor partijen hebben? Met stakeholders. Dus bijvoorbeeld Delft Marketing, die ik zo'n beetje elke dag al aan de telefoon had. Of het ondernemersfonds Delft. Of een gemeente, de wethouder, ambtenaren. Eigenlijk al die partijen die natuurlijk bij SCMD al om die tafel zitten. Heel erg elkaar op de hoogte houden. Wat gebeurt er? Wat kunnen we doen? Zijn er al resultaten van waarvan je zegt van, nou ja, door dat regelmatig met elkaar overleggen, hebben we dit al kunnen doen of hebben we hierop kunnen inspelen? Nou ja, kleine dingen. Bijvoorbeeld, er was een informatiebehoefte vanuit ondernemers. En we hebben dus gebeld met ondernemersfonds. Die hadden dat zelf al wel door. Nou, vervolgens is er na praten enzovoort, is er een coronapagina op die channelspagina. Maar ook overlegd, hoe kunnen we er nog voor zorgen dat channels weer meer onder de aandacht wordt gebracht bij ondernemers. Nog niet iedereen was op channels. Nee. Nou, dat is dan door de gemeente opgepakt. Dus, uitgelezen kans misschien. Inderdaad. Dat is zeker waar. Ik had toevallig op die dag van de persconferentie een groepsapp gestart met ondernemers om een vraag beantwoord te krijgen. Heel simpel. Maar na die persconferentie merkten we eigenlijk dat het ging los op die app. Heel veel ervaringen werden gedeeld. Dus toen heb ik een van de ondernemers gevraagd, vind je het belangrijk om hem in de lucht te houden? Ik kan me voorstellen van wel. Ik maak jou beheerder en nodig maar uit wie je wilt op die app. En zo hebben eigenlijk Delft Marketing en David Lansen vanuit SCMD en ik hebben eigenlijk meer als toeschouwers. In plaats van dat ik eerst in die app een vraag beantwoord wilde krijgen, konden we nu eigenlijk meelezen, alle ervaringen die werden gedeeld, maar ook ideeën. Het viel me op hoe ontzettend creatief mensen wel dan ook zijn. Dat was mooi om te zien, denk ik. Dat was echt heel mooi om te zien. Hoe zwaar absoluut. het is, je ziet toch veerkracht. En dat ondernemers echt ondernemers blijven. Ja, absoluut. Ja. Want er zijn een hoop regelingen waar je gebruik van kan maken.
Heb jij daar een mening over, een visie over? Ja. Ik denk een pluim voor de Nederlandse overheid, die vooral zo snel, want volgens mij was dat ook rond die persconferentie van 16 maart, dat de overheid eigenlijk direct heeft gezegd, dat van die NOW natuurlijk, dus die personeelslasten, ja, waarin tegemoet gekomen wordt, en die tegemoetkoming van €4.000. Dus ik vond het heel, heel bewonderenswaardig eigenlijk dat het zo snel werd ingezet en dat het nog niet geregeld was. Daar was ook wel begrip voor. Ja. Maar goed, ik denk dat dat alleen maar hartstikke goed is. En dat daar nu, het gaat misschien niet altijd even snel genoeg of niet makkelijk genoeg. Of er bleven beroepen buiten. Maar dat ontwikkelt zich verder. Ja, je ziet dat veel mensen zich, of belangenpartijen zich daarvoor inzetten. En dat het ook resultaat biedt. Dat de winkeliers erbij zijn gekomen. Dat mooi om te zien. Ja. Als centrummanager heb je dan ook contact met andere steden om te kijken hoe ze het daar doen? Of werk je samen? Hoe doen we het in Delft? Nou, we hebben toevallig, ik heb vorig jaar de Centrum Management Academy gedaan. En wat daarvan overblijft is een heel waardevol platform met centrummanagers uit heel Nederland. Dus het zijn dus een stuk of 35, 40. Dus je ziet wat Deventer doet of Doetinchem of noem het maar. En daar wordt heel veel informatie gedeeld. Dus als ik toevallig net niet het nieuws had gezien of wat dan ook, dan vind je de informatie wel op dat platform. Maar je kan inderdaad ook kijken wat doen zij. Dus Deventer was volgens mij de eerste met zo'n platform waardoor gestuurd wordt naar webshops of naar horeca, bezorghoreca. Dat is, natuurlijk zullen er op dat moment ook andere steden zijn geweest die dat ook in gedachten hebben. Maar het werkt wel als je ziet wat anderen doen. Ja. Even bellen van joh, heb je tips? Hoe heb je dat aangepakt? En nu hebben we dat ook in Delft zo'n platform. In Delft. Toch? Ja. Support maar, Delft. Ja, precies. Niet vanuit centrummanagement. Was de ondernemer gewoon ontzettend enthousiast en ambitieus en die heeft dat opgezet. Dus credits voor de ondernemers. Het is mooi om te zien eigenlijk dus dat lokaal nu gebeurt. Dus dat ondernemers elkaar helpen, maar ook van stad tot stad, dat we elkaar nu ook nog beter weten te vinden en elkaar helpen. Ja, zeker. Nog even terugkomend op die regelingen. Hoor jij geluiden vanuit de binnenstad, vanuit de achterban, hoe ondernemers daarmee omgaan? Hebben ze de moeite mee om de juiste route te vinden of gaat dat juist over goed? Over het algemeen hoor ik positieve verhalen. Dan zeg ik het, weet je, nu blijkt dat de NOW dat niet maximaal 90% dekt, maar zo rond die 75% of het duurt misschien iets langer of ze vielen niet in die categorie die aanspraak kan maken op die tegemoetkoming. Mm-hmm. Maar ik denk dat de geluiden die ik hoor, is dat het over het algemeen wel goed gaat. Ik denk waar nog wel ruimte zit of waar misschien ik heb natuurlijk, ondernemers hebben niet alleen personeelslasten of inkopen of dat soort dingen, maar ook waar ze huren, een pand. En dat is natuurlijk ook lastig. Ik bedoel, daar wil je ook eigenlijk een tegemoetkoming krijgen. Nou, die dialoog is gaande en daar gebeuren hartstikke goede dingen. Maar ja, goed, die pandeigenaren, die zitten tegelijkertijd ook in een lastige positie. Want als zij bijvoorbeeld met vreemd vermogen werken, En de bank, want de banken hebben natuurlijk ook aangegeven welwillend te zijn en mee te denken. Maar goed, ik weet niet wat die voorwaarden daarvoor dan zijn. Ja. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat zo'n pandeigenaar daar eigenlijk klem zit. Ja. En aan de ene kant wel degelijk wil helpen bij die huurder, maar het eigenlijk ook niet goed kan. Nee. En dat zie je natuurlijk ook in Nederland en ook wel, denk ik, in Delft dat speelt. En dat moet zich de komende tijd gaan uitwijzen. Daar ga ik wel vanuit. En ik denk ook op gemeentelijk niveau, er zijn natuurlijk ook al wat acties ondernomen. Misschien dan met toeristenbelasting of ik heb er vertrouwen in dat ook daar goed gekeken wordt wat er verder nog gedaan kan worden. Belangrijk woord misschien, vertrouwen. Samen doorpakken. Ja. Wat hoop jij als centrummanager de komende, laten we zeggen, 3-4 maanden voor elkaar te krijgen, je mee bezig te houden? Ik hoop dat we gewoon snel naar die opbouw kunnen gaan toewerken. En die zal net zo vreemd misschien verlopen als dat we erin in zijn gerold. Dus er zal stukje bij beetje wat meer open gaan. We zitten met een 1,5 meter maatschappij. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja. In de horeca bijvoorbeeld? Nou, in de horeca. Maar nu lukt het aardig nog. Hè? Maar ik merkte het. Ik liep net even naar de binnenstad en dat was de warenmarkt. En dan, op het moment dat je bezig bent met eten of winkelen of wat dan ook, dan ben je daarmee bezig. En dan, dus ik, uitdagingen. Lastig. Dat is lastig. Maar ook een theaterzaal. Hoe ga je, als die misschien maar voor een kwart gevuld kan worden, maar je hebt wel je personeel nodig en wat daar, hoe ga je dat doen? Cultuur is sowieso nog wel spannend, geloof ik. Want gisteren hebben ze toch wel een toezegging gedaan voor
weet niet welk bedrag uit mijn hoofd, maar voor de vitale culturele instellingen. Nou ja, hoe gaan we dat weer uitzoeken? Ja. Nou, dat, ook in Delft wordt dat wordt niet alleen in kaart gebracht. Want je hebt natuurlijk de instanties die subsidies krijgen. Daar is veel inzichtelijk. Maar ja, degene die dat niet krijgen, ja, daar heeft niemand zicht op. Dus wat gebeurt daar? Ja. En ook het bij elkaar brengen. In ieder geval ook weer dat overleg houden binnen bij die culturele instellingen. En ook met de SCMD, die is daar ook bij betrokken. Om gewoon ook daar te kijken van, goh, wat kun je samen doen? Ja. Nou, ik hoop dat het woord vertrouwen de komende 3 maanden nog krachtiger wordt. Dat je daar als centrummanager daarop kan blijven bouwen. Ja. En dat we het verder gaan bereiken uiteindelijk. Ja, precies. En verder gaan we natuurlijk gewoon door met het jaarplan. Hè? Ja. Dat is bij de SCMD. Dat staat niet helemaal stil. Nee. We hebben daar wel, we hebben dat overwogen. Dat was van, gaan we alles op de kop gooien tot houden we het zoals het is. En behalve de tijd nu, waar echt ook wat anders van mij wordt gevraagd. En van de SCMD. Maar het jaarplan blijft staan. Ja, een van de onderdelen daarin is regionale marketing. En ik denk dat vooral nu, ook met dat hele buy local principe. Ja, dat heb je dan nu gewoon echt. Ja. Dat is nog belangrijker dan ooit. Dus om ook op lange termijn te blijven kijken. Nou ja, goed. Ja, de regio is heel belangrijk voor Delft. Ja. En vooral nu toerisme natuurlijk best een tik krijgt. Dus ja, je wil die loyaliteit opbouwen met de bewoners in de omgeving. Zodat ze Delft bezoeken. Of misschien wel landelijk. Maar wij richten ons dit jaar vooral op de regio. Ja, dat is een heel belangrijk project. Dus wij gaan gewoon door met het jaarplan. We proberen alles uit te voeren zoals gepland. Maar wel nu met een pauze. Mooi. Ja. Niet alles helemaal corona-minded. Maar ook naar de horizon blijven kijken. Ja. Mooi. Dan wil ik je hartstikke bedanken, Sandra. Ja. En dan in de volgende video is de gast David Lansen, beleidsadviseur van InRetail. En natuurlijk voorzitter van de BOB. En lid van de SCMD.